gaan zo dadelijk kijken naar de politieke vlog van Jeroen Bruins van het CDA. Dus dat betekent dat we zijn foto zo dadelijk laten zien. Kijken of dat de mensen hem herkennen. En wat nog belangrijker is, of dat ze gaan stemmen op woensdag 21 maart voor de gemeenteraadsverkiezingen in Breda. Als ik u nou deze foto laat zien, weet u dan wie dat is? Nee, ik ken heel die meneer niet. Nee. Volgens mij een wethouder. Ja, nou ja, het Boas of Bobo de Beer? Nee, het Boas. Nee, het is Jeroen Bruins van het CDA. Oh nee. Ga u stemmen met de gemeenteraadsverkiezingen? Ik denk wel, ik ga stemmen, ja. Ja. En je altijd stemmen? Ik ga altijd stemmen, ja. Ja, heel belangrijk. Waar moet een partij dan aan voldoen om uw stem te krijgen? Voor ons dorp het een en het ander doen, hè? Ja. Ik doe alleen maar op de dieren stemmen. Partij van de Dieren. Dat is mijn alles. Ja. En weet je ook al op welke partij? Je hoeft niet te zeggen welke partij, hoor, maar... Ja, ik ben er wel zeker van welke partij, ja. Dus... Ja, nou doet de Partij voor de Dieren niet mee in Breda, dus dan kan u eigenlijk... Nee. Ik doe niet mee in Breda. Dus ik hoef niet te gaan. Ja, eigenlijk moet u wel gaan, maar ja, niet op de Partij van de Dieren. Ja, nou, daar kijk ik voor. Nou, ja, ze moeten wel echt duidelijk zichtbaar zijn dat ze iets doen voor de gemeenschap. Ja. Er moet nog zoveel gedaan worden. Ja. Want als ik dus denk aan die dieren die met weet ik hoeveel in een stal zitten, mm-hmm. Dan denk ik... In ieder geval de wegvoorzieningen, vind ik. Wij wonen in een wijk waar het altijd wat minder is, vind ik. En dan vind ik het wel eens nodig dat ze daar eens een keer wat meer aandacht aan besteden aan de stoepen en aan de wegen. Je bedoelt het onderhoud? Het onderhoud, ja. Echt het onderhoud, ja. Ja, sowieso goed voor de stad, maar ook voor mensen met een handicap en zo. Ja. En daar kijk je natuurlijk ook naar. Ja. Tenminste, ik wel. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Zijn dat niet alle partijen die dat doen? Ik vind van niet. Iemand die goed voor de dieren is, dat wil ik. Maar iemand die dus ergens iets niet goed doet, die moet bij mij niet in de buurt komen. Nee, dan ligt er nog een taak voor Jeroen Bruins om uw stem te krijgen. Ja, ja. Nee, dat zal niet lukken. Kasper, we staan hier in winterregen voor een belangrijk probleem. Waarom zijn we hier? Om ter plaatse de situatie bij de Zuidelijke Rondweg te bekijken. We willen Lambert van Nistelrooy ook meegeven, zodat hij in Brussel hiermee aan de slag kan. Want wij vinden dat de mogelijkheden om aan dit probleem te doen onvoldoende zijn onderzocht. En daarom hebben wij onder andere de hulp van Lambert ingeroepen. Kijk, deel van het politieke werk speelt zich in het café af. Ze zeggen wel eens, politici zijn net beroepsborrelaars. En dat klopt ook wel een beetje. Want daar in een café of bij een vereniging kom je mensen tegen. En daar speelt de samenleving zich af. Nou, in dit geval stonden we net buiten, maar regende het zo hard dat we daar eigenlijk niet met de mensen in gesprek kunnen. Dus zijn we naar een naburig café gegaan om met hen te praten over wat waar hun zorgen zitten. En waar wij iets voor hun kunnen doen. Dus dit is de alternatieve raadsvergadering. Er zijn carnavalsclubs die hebben mij geprobeerd in de Raad van Elf te krijgen, maar ze hebben uiteindelijk me in de gemeenteraad gestemd. Dat is ook Bavel, dus ik mag hier vanavond niet zitten, maar we gaan naar de andere kant, want daar wordt politiek gedebatteerd in het mooie dorp Bavel over het agrarisch ondernemerschap. Belangrijke ontwikkeling voor agrarische ondernemers. Agrarische ondernemers in het buitengebied moeten letterlijk de ruimte krijgen. De ruimte te krijgen om te ondernemen en hun bijdrage te leveren nog meer op het maatschappelijke, het economische en het duurzaamheidsterrein. We hebben gisteren een heel goede bijeenkomst gehad met veel omwonenden en twee experts die ons veel informatie hebben gegeven. We hebben hen informatie gegeven. Nu gaan we dat terugkoppelen aan de fractie en we gaan met de fractie samen bespreken hoe we dit onderwerp aanstaande donderdag in de raad gaan behandelen. Zo, dat was hem weer voor deze week. Dit waren zomaar wat dingen in het leven van een politicus hier in de gemeenteraad van Breda. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden en hopelijk tot de volgende keer. Tot ziens!